Ondanks het stralende winterzonnetje waren er donderdag geen spelers te bespeuren op het oefencomplex aan de Zuiderlaan. Enkel een handvol vroege vogels trotseerden de Siberische koude. Zelfs zij konden zien dat Francky Dury zijn troepen hier niet kon klaarstomen voor de wedstrijd van zaterdag op het Lisp. Daarom trok de spelersgroep de provinciegrens over met bestemming Zulte. SCVTV wierp een frisse blik op de donderdagtraining in het gemeentelijk sportstadion. Oh, shit! You're as cold as ice. Yeah! You're willing to stay with the yeah! You're as cold as ice. You're willing to stay with the you're as cold as ice. You're willing to stay with the you're as cold as ice. You're willing to stay with the I like to welcome motherfuckers to the back of the minor bill. See, I'm for real. We're delivering these MOP tactics. I'll bury you bastards. Bram Dewinne staat er heel goed ingeduffeld bij. Het is niet de ideale weersomstandigheden om naar Lierse te leven. Nee, het is vrij koud. Maar goed, we kunnen toch vrij goed trainen. Aangezien dat we hier een perfect kunstgras hebben, de Zulte. Dus dat is wel het belangrijkste. Ik denk voetbal is een wintersport en dat als profvoetballer moet je onder alle omstandigheden goed kunnen werken en dat hebben we ook kunnen doen deze week. Passen jullie de trainingsoefeningen aan naar gelang de weersomstandigheden? Ja, met zo'n weer moet je natuurlijk zorgen dat ze op geen enkel moment stilstaan. Hè. Dat ze altijd in beweging zijn en dat we, als we een uur en een half trainen, dat we vrij intensief trainen. En, we zorgen dat er geen filetrainingen zijn, dat we zeggen dat ze op geen enkel moment bijna kunnen stilstaan. Ja. Is dit gevaarlijker voor blessures of valt dit nog mee op dit kunstgrasveld? Kunstgrasveld is natuurlijk niet zoals een natuurveld. Hè. Het is wel aangewezen dat op kunstgrasveld meer blessures kunnen voorkomen. Ja, maar dus is onze taak om te zorgen dat ze altijd goed opgewarmd zijn en dat ze goed aangepast zijn aan de omstandigheden. Ja. Je ziet dan in het begin van het gesprek, voetbal is een wintersport. Leg dan eens verder uit, want er zijn veel die daar niet mee eens zijn. Daarmee bedoelen we dat we ook in de winter moeten presteren en ook wedstrijden moeten spelen in de winter. Wij hebben dan niet gekozen dat dat een wintersport is, maar we moeten inderdaad wel wedstrijden spelen in de winter. En, dus moeten wij ons kunnen aanpassen aan die omstandigheden. Vind jij zelf voetbal een wintersport? Ik vind het wel leuk dat de omstandigheden eens kunnen wisselen. We zowel eens op een terrein dat kletsnat is moeten kunnen spelen, of op een terrein dat keihard is of kurkdroog is. De stage in het Spaanse Marbella ligt al even achter ons, maar het is duidelijk dat Brian Hamalainen en René Sterks de warmte verkiezen. We've been training good, and I know it's out here and it's cold, but we've been training good. We are in a good, steam. We have a good drive at the moment. We get a lot of points, and the atmosphere in the team it's very good. René, qu'est-ce que tu as mis dans tes souliers? Rien du tout. Parce qu'il fait très froid ici. Hein? Ouais, il fait très froid, mais bon, voilà. On est obligé de jouer, donc il faut s'habituer, il faut faire avec. Mais je mets rien de spécial dans mes chaussures ou. Non. Tu aimes le froid? Non, pas trop. Je préfère jouer quand il fait plus chaud. Mais bon, voilà, c'est la Belgique. Partout en Europe, il fait froid maintenant, donc il faut s'habituer. Is football a winter sport? In some countries, but. In Belgium? No, I don't think so. Still, football should be played in the summer. Non, pas exagéré non plus comme ça, mais c'est un sport à une bonne température, mais là c'est quand même un peu froid quand même. C'est surtout au niveau des terrains que c'est dangereux et on peut pas produire le même football que sur un terrain normal, parce que ça glisse et tout. Mais bon, voilà. Mais les Zultoirs, c'est bien se préparer ici à Zulte. Ouais, c'est déjà bien qu'on ait un synthétique. Je sais pas si toutes les équipes ont des synthétiques. Donc c'est déjà bien parce que ici le terrain est normal. Mais bon, après le terrain c'est autre chose. Mais au moins on peut s'entraîner, c'est déjà ça.